Wat ik zelf het meest bizar vond, dat was het aantal schoten waardoor Nadia om het leven is gebracht. Dat was zo buitensporig. Als je dan ziet hoeveel bloed er in de kamer lag, hoe zij erbij lag, dan weet dat ze in haar hoofd is geliquideerd met 2-3 schoten. Dat is zo gruwelijk, dat is zo heftig, dat is zo mensonwaardig. Dat als jij pakt je vast, laat je niet meer los. En dat bleek een student te zijn aan de Hogeschool in Utrecht. Informatica, groot sociaal mens, veel vrienden eromheen en dan dood. Wat er die dag gebeurd is, 's ochtends, is dat Nadia van de Ven al bellend de trap afkomt, de was in de wasmachine doet en dat Pascal haar op staat te wachten met een Uzi. Nadia. Alles is veranderd. Ik heb een leven voor 1 oktober 2002 en een leven na. De hulsen die we nu onderzocht hebben, die matchen met hulsen uit een moordzaak uit 1995. De andere moord was iemand die onverhoeds is neergeschoten terwijl hij in zijn auto zat. Maar er is nooit ook maar één spoortje destijds gevonden. André, de zaak Weert Singel, bijna 16 jaar geleden. Ja. Een foto van Nadia. Nadia van de Ven. En helaas vermoord op 1 oktober 2002. Heel lang geleden, maar wel een hele indrukwekkende zaak geweest. Nadia. Ja, Nadia die was vrolijk, ze was wild, enorm spontaan en heel erg recht voor zijn raam. Vrolijk kind. Heel blij. Altijd lachen. Heel ondernemend. Nadia van de Ven studeerde in Utrecht aan de hogeschool. Ja, student informatica. En daarnaast had ze nog een part-time baan. Bij een bedrijf in Den Haag. En daar had ze ook haar autootje van. Grote sociale kring. Veel vrienden. Ja, hele intelligente meid. En woonde op kamers. De Weert Singel. Ja. Nummer 9. De derde verdieping, helemaal bovenin. Met nog 2 studenten en met de huisbaas. Ik kreeg van mijn chef te horen dat de collega's van de noodhulp die hadden een melding gekregen van de meldkamer om ergens te gaan kijken. Ja, en de melding kwam binnen 's avonds om 6:15. Kwart over 6. Ja, door een medekamerbewoner. Die kwam thuis en die vond allemaal bloedspatten in de gang. Ja. En toen kwam de tweede en die kwam thuis. En toen hebben ze maar besloten 112 te bellen. En ik meen ook nog dat ze een huls gezien hadden. Ja, er lag ook nog een huls in de gang. Ja. Ik heb hier nog een situatieschets van hoe het werd aangetroffen door de bewoners. En dan zie je dat er een fiets in de gang stond. Nee. En dan achterin dan zie je de trap. En daarvoor staat de wasmachine met bloed erop. Die plankjes, dat waren allemaal voetafdrukken. En achter die wasmachine daar zat eigenlijk de deur dat met was die sleepsporen. Dat was de ingang, daar zag je de sleepsporen naar binnen. Toen bleken de deuren van het appartement van de huisbaas op slot te zitten. Toen zijn ze aan de achterkant hebben ze een raam ingeslagen. Ja. Toen zijn ze via de keuken naar binnen. Via de keuken naar binnen. En daar lag Nadia. Aan de achterkant hebben ze een ruit ingeslagen en zijn die woning ingegaan. En die troffen daar, en dan later bleek Nadia van de Ven aan. Die lag dood op de keukenvloer met enorm veel bloed eromheen. En toen zij werd aangetroffen, werd de recherche gebeld en de forensische opsporing. En toen begon een onderzoek. Nou ja, je weet niet meer dat je leeft. Je weet alleen maar dat je dingen moet handelen. En toen hebben we om 9:00 geprobeerd Luzinne te pakken te krijgen. Nadia is dood. Het is bizar, want ik zat nog amper. Ik denk dat ze meteen gezegd heeft, Nadia is dood. Alleen, ja, weet je, dat is zo onwerkelijk. En ik denk dat ik wel gevraagd heb hoe.
En eigenlijk denk je alleen maar aan een auto-ongeluk. Hè? Ze was natuurlijk heel veel onderweg. Dus je denkt gewoon, iemand is verongelukt. En dan denk je ook nog, nou ja, als je dan verongelukt bent, hè, dan kom je in het ziekenhuis en misschien overleef je het nog wel. Maar nee, dat was dus niet zo. Het was gewoon al een dag dood. Op de Hogeschool Utrecht is geschokt gereageerd op de moord op een 25-jarige studente informatica. De identiteit van de jonge vrouw is inmiddels bekend. Het gaat om de 25-jarige Nadia van der Ven. De vrouw studeerde aan de faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool van Utrecht. Hier is met verslagenheid gereageerd op de dood van een van hun studenten. Het onderzoek is intussen in volle gang. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. En ook over het motief van de moord tast de politie nog in het duister. De omstandigheden waaronder de studenten gevonden is, roepen veel vragen op. Ja, ze zijn via de achterkant, via de serre naar binnen gegaan. Ja, gaan dan naar de keuken toe. Ja, en vanuit de keuken, of tenminste via de keukendeur, zien ze al een heleboel bloedspetters in de keuken, annex woonkamer. En daar zien ze dan dat er iemand op de grond ligt met een oude herenfiets over haar heen. Ja. Volgens mij was er ook al heel snel duidelijk wie de verdachte zou zijn. Dat zou dan om de huisbaas gaan, Pascal F. Ja, Nadia lag in zijn appartement. Ja. En alle deuren waren afgesloten. Alle deuren waren afgesloten. Ja, en Pascal was gewoon onbereikbaar. En telefonisch niet. Nee, niemand wist waar hij was. Niemand wist waar hij was. Er werden toen heel snel historische gegevens opgevraagd van de telefoons, ook van zijn vaste lijn. En toen bleek geloof ik de volgende dag al dat hij 's ochtends om 8:30... had hij zich ziek gemeld bij zijn werkgever omdat hij verkouden was. Die collega die het telefoontje van hem aannam, die herkende hem ook. Dus dat plaatste hem eigenlijk ook wel in die woning op die dag. Ze had net een relatie beëindigd en ja, haar toenmalige vriend, die hebben toen nog wel even op de call gehad van ja, voor hetzelfde geld zou ook haar ex-vriend het geweest zijn. Ja, dat zou ook nog kunnen. We hoorden al heel snel dat er nog een verhaal ging dat de ex-relatie van Nadia, ja, mogelijk ook iets kwaads in de zin gehad zou kunnen hebben. Maar daar kwamen we gelukkig de volgende dag al achter. En hij meldde zich zelf op het bureau. En hij had gewoon een sluitend alibi dat hij op de avond, of tenminste de dag van het delict, was hij aan het winkelen in een winkel in Purmerend. En daar hebben we de beelden. En daar konden we hem op plaatsen met beelden. Ja. En gezien de reisafstand kon hij daar niet geweest zijn. Nee, dus hij viel gelukkig al snel heel snel af. Ja, dus uiteindelijk ons belangrijkste verdachte, dat was Pascal. Ja. En die was nog steeds voetzie. Voortvluchtig. Hij was spoorloos. We probeerden hem telefonisch te bereiken. Nam niet op. Bij zijn ouders geweest, die wisten ook niet waar hij was. Dus dat was vreemd. Het leek wel of dat hij op de vlucht geslagen was. Ja, we hebben natuurlijk naast de zoeking bij Pascal, hebben we haar woning ook nog doorzocht. Ja. We waren natuurlijk ook op zoek naar een motief waarom dit plaats had gevonden. En dan vonden we ook nog wel wat briefwisselingen tussen Nadia en Pascal. Nadia wilde graag twee katten daar hebben. Ja, en dat wilde Pascal niet. En hij voelde zich als huisbaas een beetje gepasseerd. Omdat ook het een en ander wel via die vader liep. Ja. Die vader was in feite eigenaar van de woning. En Pascal was daar de huisbaas. Ja. Nou, ze heeft in ieder geval gezegd, ze is een zo van een rare man, vreemde man. Ze woonden daar met z'n drieën. Nadia was het minst bang voor hem, maar die andere twee huurders, die waren echt heel bang voor hem, hoor. Hij kwam in haar kamer, hè? Hij had de sleutel en hij kwam ongevraagd en ook onaangekondigd. Maar dus ook als zij niet thuis was, kwam hij in haar appartement. En Nadia die had dus een papiertje dubbel gevouwen en tussen de deurpost gedaan. En als zij thuis kwam en dat papiertje lag al op de grond, dan kon ze dus zien, hij is binnen geweest. Dat was, weet je, dus zo, ja, achterdochtig was ze dus eigenlijk al geworden naar aanleiding van zijn, ja, vreemde gedrag. De huisgenoten die we gehoord hebben, die wisten wel te vertellen dat Nadia wat oneenigheid had met Pascal. Want uit haar vorige relatie had zij een betere wasmachine en droger. Ja. En die wilde zij daar neerzetten en dat wilde Pascal weer niet. Ja, want die was bang dat als zij daar weg zou gaan, dat dan die goede wasmachine en die wasdroger ook weer mee. Ook weer weg zou gaan en er zou er niks staan. Ja, en daar hebben ze de middag voor het feit, hebben ze daar nog contact over gehad, telefonisch. En dan ontstaat er een soort van woordenwisseling, ruzie. Ja, en dan toch, hè, dan komen we toch weer bij dat tijdstip. Want dat bleek toen we hun vriendin van Nadia spraken, die met ons contact had opgenomen. Was een vriendin van Nadia en ze belden elkaar heel vaak 's ochtends als ze naar het werk gingen of naar school gingen. Ja. En dat gebeurde nu 1 oktober ook weer. En dat was rond 8:53. Nou, in ieder geval, toen werd de verbinding verbroken. Ja, ja. Die vriendin van Nadia, die vertelde dat Nadia die deed het oortje in haar oor, zodat ze de handen vrij had.
om de was in de wasmachine te doen. En aldoende zijn ze aan het praten en zij hoort zeg maar, Nadia ook nog wel van de trap aflopen. En tijdens het gesprek wat ze heeft met Nadia, dan hoort ze dat Nadia tegen iemand zegt hallo of goedemorgen. Ja, goedemorgen. En gelijk daarna hoort ze eigenlijk, zo beschrijft ze het, klossen op de trap met houten klomp of zo. En dan wordt de verbinding verbroken. Wat er die dag gebeurd is, 's ochtends, is dat Nadia van de Ven al bellend de trap afkomt. De was in de wasmachine doet. En dat Pascal haar op staat te wachten met een Uzi. Wat ik zelf het meest bizar vond, dat was het aantal schoten waardoor Nadia om het leven is gebracht. Dat was zo buitensporig. Zij is in eerste instantie, toen ze de trap afkwam, dat bleek uit ja, zeg maar de technische reconstructie, bleek dat ze eerst door de hand is geschoten. De kogel is toen in de schouder terechtgekomen. Daardoor is ze op de grond terechtgekomen. Ja, toen is ze gelijk door het hoofd geschoten. Dat kon je weer zien aan de deel van het gebit, of stukjes van het gebit wat op de grond lag. Ja, en dan later blijkt dat ze daar de keuken is gesleept en er nog twee keer van hele korte afstand door het hoofd is geschoten. Ja, dat is gewoon absurd. Dat is gewoon zo abnormaal. Ik heb de foto's van de plaats delict gezien. Waar Nadia lag in de bewuste kamer. Als je dan ziet hoeveel bloed er in de kamer lag, hoe zij erbij lag, dan weet dat ze eigenlijk kort daarvoor versleept is, nadat ze voor de eerste keer geschoten is. En dan ook nog er onderzoek is geweest, waardoor je weet dat ze eigenlijk gewoon in haar hoofd is geliquideerd met 2-3 schoten. Dat is zo gruwelijk, dat is zo heftig, dat is zo ja, mensonwaardig. Dat dossier pakt je vast en ja, laat je niet meer los. Dus toen ben ik gelijk begonnen met de eerste onderzoekslijnen uit te zetten. Nou goed, Pascal, daar waren ze 's nachts al binnen geweest in de ouderlijke woning. Ja. Daar bleek hij niet te zijn. Ouders gesproken, die wisten ook niet waar hij was. Nee. Nou, 's nachts is het arrestatieteam in de ouderlijke woning geweest om daar proberen Pascal aan te houden. Nou, daar was hij niet. We waren net begonnen, want ik was om 8 uur op bureau. En ik geloof dat iets van 9:15 kregen we een seintje van jongens, er is een auto aangetroffen. Bij de Beeldse Rading. Dat was de volgende ochtend. Dat was de auto die door Nadia gebruikt werd. Die autosleutels die moesten uit de woning komen. Ja. Of tenminste van Nadia. Dus het was zeer aannemelijk dat de verdachte met de auto van Nadia op de vlucht was geslagen. Hij is vervolgens met de auto gecrashed op de A27 op de oprit. Daar is hij de auto uitgegaan. En dat werd weer gezien door een aantal mensen. En die mensen die belden van ja, er is hier een aanrijding en we zien iemand uit de auto klimmen. Qua signalement geven ze een beschrijving. Dat was wel behoorlijk het signalement van Pascal. Overheen. Daar zijn we toen verder gaan zoeken met speurhonden nog in dat bos wat erachter ligt. Om te kijken van ja, pakken die speurhonden een geur op om te kijken van welke kant is de verdachte, Pascal, welke kant is hij opgevlucht? Hij is toen lopende, is die binnendoor. Via bossen, in ieder geval om zich schuil te houden, is die vanuit Utrecht naar Leusden gelopen. Nou, dat is een afstand van, denk ik, 26 kilometer of zo. Ja, dat heeft hij moeten doen zonder op te vallen. Ja, en daar hield het toen op. Dat was het einde, toen was hij uit beeld. Ja, en toen zijn we feitelijk begonnen met echte onderzoekslijnen uitlopen. Ja, en het opsporen van Pascal. Dat was wel prioriteit 1. Ik weet nog wel dat die voetafdrukken, schoenafdrukken, die zeg maar in bloed waren gezet. En dat is toen met de forensische opsporing met luminol is dat bekeken. Kijk, en dan ligt dat paars op. Ja. Precies. En dan hebben ze die schoenafdrukken, die hebben ze toen naar een bureau in Finland gestuurd. Een soort forensische opsporing in Finland. En die heeft dan een database en die heeft die wereldwijd uitgezet. Ja. En toen kregen we het antwoord van de FBI uit Maryland in Amerika. En die zeiden, dit is een schoenafdruk. Dit is een Reebok sportschoen. Type ricochet. En ja, daar wist die hardloopvriend weer van. Dat Pascal op een dergelijke sportschoen. Die had zulke sportschoen. We hadden een kluis in de kamer van Pascal in beslag genomen. En in die kluis die we toen vanuit zijn kamer mee hebben genomen, bleken boekjes te zitten met contact. Een soort contactadvertenties, met name uit Polen. Van vrouwen die in contact wilden komen met westerse mannen om daar de malaise in dat land te ontvluchten. Ja. En plus dat we ook afschriften van brieven vonden. En toen bleek dat hij heel veel gecorrespondeerd had met Poolse vrouwen. Ja. En ook daar meerdere keren geweest is. Ja, meerdere keren in Polen was geweest. En dat zette ons eigenlijk wel op het spoor dat hij mogelijk naar Polen gevlucht zou zijn. Dus we hebben op een gegeven moment besloten van als we hem in Nederland niet kunnen vinden, dan gaan we kijken of we hem in Polen kunnen vinden. We gaan de correspondentie die in de kluis ligt,
Die gaan we inventariseren. Nou, de laatste correspondentie, daar zijn we mee begonnen. Om te kijken van ja, met wie heb je het laatst gecommuniceerd. Ik ben toen zelf, en dat vond ik wel leuk, ja, een reis naar het noorden van Polen, naar Czesin. Ja. Een havenplaats. En ja, daar hebben we toen onderzoek gedaan. Er zijn in Polen diverse mensen gehoord. Grensposten zijn gehoord, maar ook vrouwen gehoord waar hij kruisjes bij had gezet in die contactbladen, zeg maar. En waar ook briefwisselingen mee waren. En die verklaarden wel dat Pascal helemaal in zichzelf was gekeerd. Sommigen zeiden van hij lijkt wel gek of hij zit onder de drugs. En het meest bijzondere was eigenlijk wel dat toen hij in Polen aankwam, die zijn spijkerbroek en zijn sportschoenen in een kachel heeft verbrand. Ja, dat was toen ook heel apart, want ja... Het land was toen zeker arm. Heel arm, met name in het zuiden van Polen, waar we toen later geweest zijn. Die mensen vonden het zo bijzonder dat je goede kleding en schoenen... Ja. En je schoenen verbranden. Dat vonden ze echt heel vreemd. Ja. Ja, ik weet nog wel, toen we zeg maar, de omgeving van Pascal aan het uitrecenseren waren... Ja, hadden we op een gegeven moment tapgesprekken... tussen de moeder van Pascal en de zwager van Pascal. Waarin die moeder ja, min of meer toch tussen de regels door zegt... van nou, Pascal die heeft iets ergs gedaan en hij is op de vlucht. Later in het onderzoek hebben we toen ook nog de financiële gegevens van pa en ma opgevraagd. En toen in dat financiële onderzoek zagen we weer dat die vader toen op 2 oktober een groot geldbedrag in contanten had opgenomen. Ja. Waarschijnlijk heeft hij dat geld aan Pascal gegeven en daarmee Pascal op de trein gezet. Want, ja, dan later krijg je dan weer een paar dagen later krijg je dan de bevestiging over de tap dat, ja, dat Pascal weggebracht is. En dan blijkt later dat Pascal 's ochtends, dus op 2 oktober 's ochtends rond 9 uur, bij de ouderlijke woning komt. En daar vandaan wordt hij dan door zijn vader op weg geholpen naar Polen. Op dat moment was het wel zuur dat we ook uit die telefoontaps bleek dat pa en ma er eigenlijk wel van op de hoogte waren, maar ja, zich op de vlakte hielden richting de politie en de rechercheurs van nou, wij hebben alles verteld wat we weten. Ja, maar we weten ook niet waar die is. Het frustreert het onderzoek enigszins. Alhoewel ze niks fout doen. Want bij alle verhoren zijn ze gewezen op het verschoningsrecht. Dat heeft iedereen ten opzichte van zijn eigen kinderen of ten opzichte van zijn ouders. Ja, je hoeft je eigen kind niet aan te geven bij de politie. Dus in zoverre doen ze niks strafbaars. Het is bijna onvoorstelbaar dat wanneer je als ouder 's ochtends gewekt wordt door je zoon en die zegt, mam, ik heb iets gruwelijks gedaan. Of pap, luister eens even naar me, dit is er gebeurd. Dat er iets anders besluit dan zegt, joh, geef je aan. Of blijf hier, ik bel de politie. Ja, en dan hadden we nog het hele munitieonderzoek. Ja. Want ja, we hadden de huls aangetroffen in de gang. En later ook in de woning. Ja, dat is dan deze 9 mm volmantelpatroon. Ja. En deze werden in de Weertsingel aangetroffen. Ja. Maar later ook nog bij een doorzoeking bij zijn ouders thuis. Ja. En uiteindelijk leidde die huls via het systeem Drukfire ons naar nog een moord. Toen kwam er een uitslag vanuit Drukfire, een vergelijkend hulsensysteem. En dat gaf aan van, hey, de hulsen die we nu onderzocht hebben, die matchen met hulsen uit een moordzaak uit 1995. Ja, dat was wel heel bijzonder. De andere moord was iemand die kennelijk, zo het blijkt uit een soort van reconstructie, onverhoeds is neergeschoten terwijl hij in zijn auto zat. Er is heel veel onderzoek destijds gepleegd om het slachtoffer heen, om te zoeken of er misschien iets duidelijker wordt. Maar er is nooit ook maar één spoortje destijds gevonden van wat de reden zou kunnen zijn waarom deze persoon om het leven moest worden gebracht. Het bleek dat dat een onopgeloste zaak was. Dus we hebben versterking gekregen van 2 collega's uit Ede. Dus dan bleek dat er een wachtpost was overvallen van de kazerne in Ede, waarbij een Uzi was buitgemaakt. En Pascal had zijn militaire diensttijd ook op de kazerne in Ede doorgebracht. En de moord die in Ede plaatsvond, die was, zeggen en schrijven, 400 meter bij de kazerne vandaan. Wat ook een bijzonderheid was, dat Pascal in die periode, in de buurt van waar de moord gepleegd is, gelegerd was in militaire dienst. Hij kende het gebied daar goed. Er waren heel veel omstandigheden waarvan we dachten van dit is zo toevallig allemaal. Het kan toch bijna niet anders zijn dat hij ook deze moord heeft gepleegd. We hebben er heel veel tijd en energie in gestoken om dat wapen te vinden. Op de meest logische locaties waar we van dachten. Nou, daar zou hij het verstopt kunnen hebben of daar zou hij het weggegooid kunnen hebben. Dat hebben we afgezocht.
bospercelen samen met collega's van de bereden politie. Duikers van Defensie, sloten afgezocht en met magneten. Nou, maar we hebben hem niet. En dat is jammer. Ik weet nog wel, pa en ma die zaten onder de tap. En op een gegeven moment is de vader van Pascal is aan het rondbellen. En dan zegt hij, ik wil het appartement van mijn zoon verkopen. Pascal was dan huurbaas op de Weertsingel. Maar daarnaast had hij zelf een eigen appartement in Utrecht, in de wijk Zuilen. Het appartement moest verkocht worden. En omdat Pascal de eigenaar was, moest hij daar zelf voor tekenen. En pa zegt dan, ik wil dat verkopen. En overal krijgt hij te horen, dan moet u een handtekening van uw zoon hebben met een volmacht. Ja. Dan kunt u het namens uw zoon verkopen. Toen kwamen we op een gegeven moment achter dat er een bankrekening geopend werd. Een en-of-rekening op naam van vader en zoon. En dan kon hij ook vanaf elke plek in de wereld zeg maar, geld opnemen van zijn eigen rekening. Dus uiteindelijk werd het ons duidelijk van ja, het lijkt erop dat Pascal of al in Nederland is... of dat hij op korte termijn naar Nederland zal gaan komen. Ja, en op een gegeven moment maakt die vader een afspraak op een woensdagmiddag. En dan zegt hij ook, mijn zoon is nu even in Nederland. Dus ik kom met hem naar de kantoor toe om die volmacht te regelen. En op die bewuste ochtend dan gaat pa verlaten zijn woning met de auto. En dat wordt gezien door het observatieteam. Nou, dat was eigenlijk de belangrijkste dag voor ons. Want dat was voor het eerst dat we Pascal in beeld zouden krijgen, hoogstwaarschijnlijk. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk voor ons u. Ik weet nog wel dat ze over de A12 reden en toen bij Gouda afgingen. En Pascal is in Gouda geboren. Ja, want toen hadden we het idee, die gaan naar het gemeentehuis. Ja, want ze moesten voor het geboorteregister. Dat was volgens mij de afspraak, want dat kon toen nog niet digitaal. Nee, ze moesten een bewijs hebben. Dat moest je ophalen. En vandaar dat ze toen samen naar het gemeentehuis gegaan zijn. Om een geboorteakte van Pascal te halen. Op het moment dat ze de Rijksweg afgaan, toen zijn ze aangehouden door het arrestatiesteam. En toen hadden we eindelijk Pascal op 28 januari. Ja. Ik weet wel nog heel goed dat ik gebeld werd door Henk, de regisseur. En toen zei Henk, we hebben hem. Nou, ja, dan ben je eigenlijk toch wel heel blij ook, hoor. Ja, en dan begint eigenlijk het echte onderzoek en dan gaan we hem horen. Nou, hij was wat forser in mijn beleving. Hij was een grote, lange gozer, dat weet ik wel. Hij was best indrukwekkend. Dat vond ik. Nogal resoluut en zo. Ja, het was afwijzend, stuurs enzovoort. Maar we konden wel enigszins praten. Hij gaf antwoorden. Hij kwam toen met een ontvoeringsverhaal. Oh ja. En later is het ook zo van dat hij zijn geheugen kwijt is en weet hij niks meer. En eigenlijk, de volgende dag, toen begon hij al tegen te werken. Hij wilde niks meer zeggen, beroep op zijn zwijgrecht. Maar toen was de advocaat ook langs geweest natuurlijk. Dus toen is hij veel minder gaan verklaren. En toen beriep hij zich ook op het feit van het geheugenverlies en ik weet niet meer wat er gebeurd is. Maar al vrij snel begon hij echt wel te bokken. Die haat tegen dat systeem wat hem binnen had gebracht. Wellicht de frustratie dat hij toch opgepakt was. Ik heb een van de verhoren gedaan, heel in het begin. En dat kwam, dat was de zaterdag nadat hij was voorgeleid bij de rechtercommissaris. In dat verhoor is hij met zijn hoofd op tafel gaan liggen. En dat heeft hij vervolgens in alle verhoren daarna heeft hij dat volgehouden. Wat wij weten uit alle verklaringen is dat Pascal, nadat hij de moord gepleegd heeft, bij zijn ouders is gekomen. Wij weten dat hij toen heeft verteld tegen hen dat hij iets gruwelijks heeft gedaan, een moord heeft gepleegd. Maar later, nadat ze geconfronteerd werden met wat zaken die speelden, namen ze veel dingen ook terug en veranderden hun houding ook. Ze merkten dat hun zoon kennelijk, onder andere door hun uitlatingen waarschijnlijk, in de klem kwam te zitten. En toen draaide die houding eigenlijk helemaal om en werd het eigenlijk fel van leer trekken tegen, met name de politie, die dan de partij is op dat moment. Ja, ik vond het toch wel een bijzondere jongen. Ja, op zich uit een doorsnee gezin, vader, moeder, twee kinderen, broer en zus. En Pascal, toch wel een beetje aparte jongen, veel gepest in zijn jonge jeugd. Daar zijn we toen nog achter gekomen, dat vertelde zijn moeder toen. Ja, en er waren toch wel, binnen die familie waren er toch nog wel wat problemen. Ja. We zouden dat nu bestempelen als huiselijk geweld. Ja. Maar goed, er zijn wel wat problemen geweest, met name tussen moeder en... Tussen moeder en Pascal, maar ook Pascal heeft ook volgens mij zijn zus
ja. Een keer mishandeld. En daar heeft ze ook aangifte van gedaan. Er waren feiten naar boven gekomen uit het onderzoek, uit het dossier, dat dat een nogal gespannen situatie was. Hij was in Srebrenica geweest en daarna teruggekomen. En men denkt dat hij daar dan problemen heeft gehad, of in ieder geval op heeft gelopen, iets van PTSS. Maar in ieder geval waren daar flink wat spanningen, tot aan agressiviteit toe, naar zijn moeder toe. Dus daar is uiteindelijk ook politie bij geweest. Naar zijn zus toe. Die heeft een keer een schok gegeven. Meen in het gezicht of zo. Pascal kon nogal heel impulsief, agressief reageren. We weten dat hij op een gegeven moment nog een straatverbod heeft gehad. Toen hij nog bij zijn ouders in Leusden woonde. Nou, bij de huiszoeking die plaats had gevonden, hebben we heel veel rechtsextremistische dingen gevonden. Veel hakenkruizen. Videobanden vol met speeches van Hitler en Himmler. En, nou, iemand zei wel van vrouwen vond hij eigenlijk ook wel iets minder waardigs. Die moesten gewoon doen wat er gezegd werd. En daarmee was het basta. Het enige recht van de vrouw is het A-recht. Dat was een van zijn uitspraken. En dan moet je inderdaad niet Nadia tegenover je hebben. Pascal was natuurlijk een hele gesloten jongen die moeilijk contact maakte. En Nadia was iemand die hield van aanpakken. En ik denk dat zij verbaal gezien hem gewoon op alle manieren de baas was. Nou ja, uiteindelijk is het politieonderzoek klaar. En dan hebben we het dossier gemaakt en dat gaat richting het Openbaar Ministerie. En dan is het destijds de keuze gemaakt om hem te laten observeren in het Pieter Baan Centrum. En ik heb een psycholoog en ik dacht ook een psychiater horen zeggen van, ik heb veel weigerachtige mensen meegemaakt. Maar dat je zo extreem kunt weigeren om je te laten observeren, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Gewoon dagenlang met een deken over je hoofd liggen. Niet je cel uitkomen. Ja, echt gewoon bijna in het Pieter Baan Centrum onzichtbaar wil zijn voor iedereen die naar je wil kijken. Zo extreem hadden ze het nog niet meegemaakt. 6 weken lang is hij onder een deken gaan zitten. Hij is toen ook nog in hongerstaking gegaan. Want hij kreeg zijn zin op een of andere manier niet. Uit de waarneming in het Pieter Baan Centrum werd duidelijk dat hij 's avonds stiekem naar de broodkar liep. En daar zijn brood pakte dus. Ja, het was geen echte hongerstaking. De deskundigen destijds hebben gezegd, wij kunnen niet 100% vaststellen wat voor stoornis er is. Er is wel een stoornis, maar wat voor soort weten we niet. Met alles wat we verzameld hadden, zowel tactisch, maar met name ook op forensisch gebied, hadden we zoveel verzameld dat we een zaak bij het Openbaar Ministerie aan konden brengen waarop iemand veroordeeld zou kunnen worden. Los van het feit of de verdachte nou wel of niet zou verklaren. De inhoudelijke behandeling was ook over meerdere dagen. Maar dat had ik ook nog nooit meegemaakt, dat een zaak zo nadrukkelijk behandeld werd door een rechtbank. Dus meerdere zittingsdagen. Ja, daar werd eigenlijk ons hele onderzoek werd daar even onder een vergrootglas gelegd. Wat ik wel nog weet, wat mij heel erg raakte, is dat, weet je, de recherche die heeft natuurlijk verteld, ze is doodgeschoten, ze is door de hoofd geschoten. Weet je, dus dat weet je dan en dat wordt dan uit en treuren opnieuw aangehaald. En dat raak je dan, maar waar ik dus van slag van was, is dat over haar lichaam, dat hij gewoon die fiets over haar heen gegooid had. Het is natuurlijk heel raar dat je denkt, ja, ze is al vermoord en waarom vind je dan zoiets schokkend, maar ik denk dat ik dacht van ja, ik vond het gewoon respectloos. En ja, wat ik ook opvallend vond, is wat de psychiater toen zei in de zitting van ja, ik heb eigenlijk nu die 2 dagen op de zitting heb ik meer gezien van Pascal als in de 6 weken. Dan in die weken dat hij geobserveerd is geweest. Maar dit dossier kun je niet lezen zonder dat je geraakt wordt als mens. Voor mij was het meest emotionele moment toen ik mijn eis heb neergelegd bij de rechtbank. De eis namelijk dat ik vond dat hij levenslang achter de tralies moet. Omdat je dan even je beseft wat voor doorslaggevende rol je in iemands leven kunt hebben door te zeggen, je hoort niet meer in deze samenleving thuis. Kijk, hij riep niet een emotie op, hè? Dat tenminste niet bij ons. Ik bedoel, er zijn mensen die natuurlijk dan ontbarsten in gigantische woede, hè? Razende woede. Maar weet je, wij waren alleen maar verdoofd. En letterlijk verdoofd, hè? Dus je leeft onder een soort deken en alles doet al pijn. Dus de dingen die nog meer pijn doen, ja, weet je, die,
die dringen ook niet meer echt door. Ik had één ding mezelf voorgenomen. Bij het uitspreken van de eis ga ik Pascal aankijken. Omdat ik heel erg wil dat hij weet dat het over hem gaat. Hij heeft mij niet aangekeken. Hij bleef steeds voor zich uit kijken. Ik heb het zelf niet meegekregen, maar ik heb later begrepen dat hij iets heeft geroepen in de zin van die man is hartstikke gek. Toen ik had geëist dat hij een levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Ja, en dan uiteindelijk komt de rechtbank en die veroordeelde hem uiteindelijk tot levenslang. De eis van het Openbaar Ministerie was ook levenslang. Ja. En de uitspraak van de rechtbank Utrecht was ook levenslang. Voor allebei de zaken werd er geen overtuiging bewezen. Iemand die dus zelf het recht in handen neemt om twee mensen van het leven te beroven, die verdient geen plek meer in deze samenleving. Sterker nog, ik heb betoogd, en dat heeft de rechtbank later overgenomen, en dat vond met name de zus en de moeder van Nadia heel fijn. Ik heb betoogd dat deze moord alleen al voldoende zou zijn om Pascal voor de rest van zijn leven uit de samenleving te bannen. Ja, toen was het wel even een schok door de zaal, want wij hadden het zelf niet zien aankomen. Nee. Wel de eis, of later, of tenminste in de zitting de eis, maar ja, wij waren er eigenlijk van uitgegaan van nou, dit zal gevangenisstraf en TBS worden. Ja. Ze zien de uitspraak ook van de psychiater van ja, toch wel een jongen met gedragsproblematiek. Ja. Alleen de rechtbank vond dat de bescherming van de maatschappij prevaleerde. Ja. En vandaar toen ook levenslang. Het feit dat hij levenslang kreeg, dat heeft qua genoegdoening, is dat wel essentieel geweest. Ik vind wel dat hij daarmee dat er recht is gedaan aan Nadia. En gewoon sowieso de manier waarop de rechtbank over Nadia sprak en op de manier waarop de officier van justitie over Nadia sprak, dat was respectvol. Dat was rechtvaardig. En gewoon keihard van dit zijn de feiten. Hè? Dit was haar gedrag en daar valt niks op aan te merken. En dit is uw gedrag. Levenslang. Nou, er wordt door de advocaat van Pascal hoger beroep tegen aangetekend. Hoger beroep. Ja, het gerechtshof keek er toch anders aan naar de zienswijze die wij vanuit het onderzoek hadden. En wat de advocaat-generaal heeft aangedragen. En het gerechtshof is tot een andere conclusie gekomen. Het hof is van mening dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de zaak in Ede is waar hij voor werd vrijgesproken. En voor de moord op Nadia van der Ven krijgt hij 20 jaar een TBS. Het hof heeft overigens niet gezegd dat Pascal het niet heeft gedaan. Het hof heeft gezegd er is te weinig wettig en overtuigend bewijs. Dat is wel wat anders. Heeft hij het gedaan? Laat ik het zo zeggen, in mijn beeldstad waren de bewijsmiddelen voldoende voor de in eerste aanleg veroordeling. Ja. Ja. Ja, het knaagt wel dat je professioneel gezien een standpunt hebt ingenomen wanneer je ervan overtuigd bent dat iemand een moord heeft gepleegd. Maar voor mij is het misschien nog minder belangrijk. Het gaat veel meer om de nabestaanden van die tweede moord. Dat die toch met een soort gevoel moeten leven van, heeft hij nou wel of niet gedaan? En als hij het wel heeft gedaan, dan heeft hij daar geen straf voor gehad. Maar als hij het niet heeft gedaan, dat betekent dat de echte moordenaar van jouw familielid nog steeds hier rondloopt en nog steeds zwijgt. Weet je, in zekere zin doet het ertoe dat ze vermoord is. Maar wat het er vooral toe doet, is dat ze er niet meer is. Weet je, dat is waar ik mee worstel. En niet zozeer dat ze vermoord is, maar gewoon het feit dat mijn hele leven en het leven van mijn ouders, alles is veranderd. Ik heb een leven voor 1 oktober 2002 en een leven na. Maar soms dan fiets je ergens. En ik fiets vroeger ook veel met de kinderen. En dan kom je en dan denk je, oh ja, hier aten we een ijsje met. En dan vonden ze dat zo leuk, weet je. Ja, en dan begin ik te huilen. De gruwelijkheid, de ongelooflijke gruwelijkheid. Gewoon de echte liquidatie van de jonge vrouw. Zonder enige reden. Het enorme geweld. Dat vergeet je nooit meer. Het eerste grote onderzoek dat ik zelf destijds coördineerde. Nou, uiteindelijk komt er een tweede zaak bij. Dus dat maakt het al meer bijzonder. Ik ben trots dat we deze zaak tot een oplossing hebben weten te brengen. Met een klein team, met onze eigen districtsrechters, met bijstand van andere bureaus. Met bijstand van uit Ede, vanuit de Marseillais.
maar dat alle regisseurs met tomeloze inzet en veel uren draaien uiteindelijk tot een goed eind hebben gebracht.